Een hele goede middag en welkom weer bij een Spik Splinter nieuwe vlog. We beginnen de dag weer straks met het bouwen van onze eigen garage ding. Achtig iets. Er staat heel veel beneden. Ja, er zou nog iemand komen die zegt ik heb nog drie dozen met producten van het schepsnoep. Dat kan weer hierheen. Ik zeg nou ja, doe dat maar volgende week want we zitten helemaal vol. Ja, het is echt gewoon tot de nok gevuld en we moeten het eventjes allemaal clean maken. Ik hoop dat het vandaag eventjes lukt. Maar wij hebben altijd 2 dagen in de week voor onze vriendinnen om hun eventjes aandacht te besteden. Om het even zomaar te zeggen. We zijn daar lekker aan het eten, zijn we een beetje thuis. Beetje gewoon een normaal gezin, zeg maar. Dat is dus 2 dagen per jaar. Dat is 2 dagen per week per jaar, gelukkig niet. 4 weekend ook. Oh ja, 4. Oh ja, weekend ook. Dus we proberen best wel veel. Dat is wel heel erg. Ja, nee, nou, 4. Dus we proberen echt wel. Dus, en dat zijn deze 2 dagen. Vandaar dus dat we op 2 dagen per week normale tijd naar huis gaan. Dus dan werken we gewoon ongeveer 8 uur op een dag. En dan hebben we de andere dagen hebben we dus langer. Dus vandaar dat sommige vlogs wat langer zijn en sommige vlogs wat minder lang. Daarom dat we ook om de dagen vloggen. Omdat we dan, ja, minder lange dagen hebben. En dat doen we vaak dan computerwerk en dat is dan een beetje saai. Maar we openen de dag met iets leuks. Tenminste, voor mij dan. Want hiero ga ik tickets bestellen. En dat is dus bij Qdance. Want ik vind Defcon fucking leuk. Dat doe ik altijd met mijn vriendin. En dat is echt geweldig. Maar ik moet in de rij staan. Dus over 16 minuten kan ik tickets bestellen. En als dat gelukt is, gaan we broodje halen. En dan gaan we die loods eventjes oppimpen. Nou jongens, de tickets waren niet gelukt. Want het was namelijk voor de camping. En ik wilde niet de camping, ik wilde weekendtickets. Dus ik wilde niet per se op de camping. Dus ik kon in één keer een tentje huren of kopen. Toen dacht ik, oh, ik hoef geen tent. Maar het is pas van het weekend. Maar wel anders slecht nieuws. Dus deze schijf is kapot bij mij. Dus waar alle bestanden op staan, helemaal. Dat is echt vervelend. Dat moet weer allemaal geregeld worden. Weer een probleem wat opgelost moet gaan worden. Dat moet weer omgezet worden. De D-schijf moet weer overgezet worden naar een andere SSD-schijf. Of naar een harde schijf. En die harde schijf weet ik van. Ik weet het niet allemaal. Echt geen idee. Maar het wordt weer een nieuw hoofdstuk waar ik geen verstand van heb. Wat ik wel weer opnieuw moet gaan uitzoeken. En noem maar op. Wat is er voor fanmail? Van de oude bewoners. Van de Sligro. Dichtgeplakt enveloppie. Maar in ieder geval, ja, ik hoop niet, want jouw schijf zijn nu ook aan het checken, kijk of die kapot is. Maar dat laden wel al sneller dan dat wat jij had. Ja, wat ik dus dat ziet er wel beter uit al. Maar als ik oude bestanden aanklik, crasht mijn PC wel weer. Ja. En dat probleem hebben we allebei, dus dat is wel weer eng. Dus het is echt drama. Ik weet niet wat er is met die PC's, maar het is echt dramatisch. Dus waarschijnlijk moet bij mij dus die schijf weer vervangen worden. Het kost weer een hele dag voor niks om een probleem weer op te lossen. Wij hebben wat probleempjes en sommige dingen creëren we zelf. Zoals bijvoorbeeld een oude auto kopen. En het is logisch dat je koelvloeistof lekt. Maar daar hoor je ons nu ook niet over klagen. Maar zoals dit soort dingen, we hebben de spiksplinter nieuwe computers. Kapot. Hoe? Geen idee. Weet niemand. Nou, vervelend. Wat ik wel weet is dat we weer een broodje gaan halen. Want we hebben honger. En daarna gaan we toch echt... Ja, we gaan klussen. Het moet ook echt klaar zijn. Ja. Een broodje. Lekker in het zonnetje, in de herfst, bomen kaal. Hé, hey, die boom is echt in 1 dag kaal geworden. Ja, die is heel hard gegaan. Wat dan? Nou, die is heel hard gegaan. We willen kat 1. We moeten wachten. Wachten. Wachten op kat 1. Nou, waar waren we gebleven? Ja, donker hè? De panelen! Ja, het is heel donker. We doen even dit even omhoog. De frisse lucht erin. Achter. Rechtsachter. Ja, het staat goed vol, alleen... Het is niet zo'n lood, hè? Daarom. Ja, nee, de eerste kast moeten we verder. De eerste van... Zoveel stuks. Maar eerst moet ik weer een bel afvragen. Dus ik ga weer een hele belangrijke, ja. Kijk eens, en weer een pakketje geopend voor de hoek. En deze hoek komt dus aan de bovenkant. En hier zit dus ook de verlichting overal in. En hier zitten dus de schakelaartjes. En daardoor zorgen we dus weer die verlichting. Maar er komt dus ook een verlichting in het blad dus. En dit is allemaal goed gaan. Ik ga het er even uittrekken. Kastje bijna. Deze gaat er bijna op. Het bovenkantje, maar we zijn op zoek naar gereedschap. En dat zit in al deze cassettes. Dit zou best eens een kans... Nee, deze steekt wat uit. Dus dit is hem ook niet. Veel hoor, dit weer. Dit is hem ook, denk ik niet. Deze steekt ook wat uit. Hoe zwaar is dat, hè? Ja. Oh, deze is zwaar. Dat zijn de hamers. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dit ziet er goed uit, hè. We hebben hier de beschrijving. Deze komt daar dus bovenop. We hebben gehoord, stekker moet aan de rechterkant. Of aan de linkerkant altijd, want dan kom je het beste uit. Deze gaat straks hier zo doorheen. Hop. En dan hebben we verlichting hierboven. Dit is hem niet, maar wel een mooie set. Oeh, dit is een mooie, dit is een mooie. Zo, ja, dit is lijp hoor, dit. Dat was een fijlgies. Ja. Heel sick. Maar dat is hem niet inderdaad. Dat is wel een zware, ja dit. Ja, dit is een goede zware. Zoveel. Wat dan deze dan niet? Want deze ook zwaar, hier steekt wat uit. Dus ik dacht, dat zal hem dan niet zijn. Omdat daar wat uitsteekt. Staat dat er niet op? Nee hè? Nee. Kijk, dat is hem. Hoppa. Die hadden we nodig. Ja, perfect. Kunnen we hem tegenhouden. Want
We hebben deze dingetjes hier, die moeten we vastzetten. Maar als we hem hier met een ratel doen, draait hij door en dan kunnen we hem mooi tegenhouden. Nou, kijk, perfect, dank u wel. Succes. Kijk eens hoe mooi dit is trouwens. En hier komt dus het stroom. Dan hebben we hier het stukje stroom wat hier dan weer doorheen gaat. Dat zorgt weer voor de verlichting hier zo boven, waar die kast dan weer op gaat. En hier hebben we dus verlengsnoertjes. Die moeten er allemaal koppelen aan elkaar. En dan hebben we hier de schakelaar voor stroom. Zo, ondertussen heb ik dit ding weer. Dit is het magische geheim om alles slim te maken. Dus ik doe deze hier zo in. Zo, gaat deze erin. Deze ga ik even instellen op mijn computer, dat hij connect met elkaar. Dat ik hem kan besturen via de computer. Zet ik hem in het systeem bij ons. En dan gaan we het ook beneden allemaal slim maken. Zodat we de schakeling helemaal door kunnen lopen van alle verlichting van de tona. Allemaal via een schakelaar kunnen doen. Dan hoeven we niet steeds... Ah, nou, ik ben helemaal kapot van die trap. Maar dan kunnen we eventjes dat allemaal omschakelen en hebben we alles slim. Dat is toch vet? Dat is echt vet. En dat komt allemaal door dat kleine stekketje straks. En hij is gekoppeld. Als ik dus nu op dit knopje klik, hoor je dus een klikje. Je hoort dus gewoon een heel klein klikje. Hier heb je dus een klein klikje die klik-klak aangaat. En dat betekent dus dat hij stroom doorvoert op ja of te nee. En dat kan je dus dan via de computer kan je besturen. En als je dan ook weer koppelt aan een schakelaar, kan je dus via een schakelaar besturen. Dus die ga ik nu beneden installeren. En dan kunnen we straks alles daarmee aan en uitzetten. En dit is hem. De slimme stekker. Gekoppeld en wel. Ja, dat is vet. Ja, dat ging snel. Ja. Dat ging heel snel. Ja, dan plug to play en nu. Ja. Dus nu kan je hem inpluggen en dan kunnen we hem via de app klik. Zelfs met ons streamdeck, hè? Ja, klik, ook, graag, ja. Ja. Ja, niet dat we er iets aan hebben. Alles kan nu, ja. Het kan zelfs als er brand is dat dan alle stroom uitgaat. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of aan dat je ziet... Ja, waar jij heen gaat. Ja. Maar ja, als er brand is, klapt vaak alles er al uit. Ja. Zullen we deze even hangen? Dan moet ik hem even omhoog houden. Dan moet je eigenlijk even heel simpel hierachter even een dingetje in draaien. Doe ik even zo'n dingetje erin draaien. Perfect. Is goed, jongen. Hoppakee. Zakken. Dit ziet er echt gaaf uit. En dan hebben we alleen nog maar een hoekkast. En er komen nog zoveel meer. Ja, dat is niet zo moeilijk, die ene. Die staat al in elkaar. Ja, dit is echt top, hè. Nou, dit ziet er zo strak uit. Ja, en het is inderdaad even kijken, want wat we dus nu hebben is dus met dat stroom eventjes kijken hoe we dat allemaal willen aansluiten, want er zit nog een koelkast in. Ja. Die heeft stroom nodig. Ja, en de koelkast kan dus niet op de slimme stekker, want die moet eigenlijk continu stroom hebben. Ja, gewoon. Wat anders zou je dus aan en uit kunnen zetten via dat ding. Ook op zich wel handig. Dat ik een tweede slimme stekker aanmaak voor alleen de koelkast. Ja, die staat altijd aan. Ja, dat is waar. Ja, want de koelkast blijft altijd, gewoon... Ja. Het is wel milieu... Ik weet niet hoe zwaar zo'n koelkast is. Ik weet niet hoeveel wat de koelkast is. Maar dat zien we straks wel en dat kunnen we allemaal mooi uitmeten. Ja, dit is nu fantastisch, hè. Deze haakjes. Dat kan je nu gewoon zo goed hier ophangen. En zo kan je letterlijk iets al neerzetten. Dit is zo top. En dan denk je, nou, ik wil hem toch maar liever hier. Hoppa. Ja, en straks met mooie verlichting, hè? Hier ja, ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En daar zijn deze stekjes weer voor. Ja, die gaat weer die daar. Gaat hierin. En die willen we natuurlijk mooi weggewerkt hebben. En die gaat dan weer hier in. Maar we willen hem doorlussen. Dus als we hem hier instoppen, dan willen we natuurlijk hierin ook weer verlichting. Die in de doorlust naar die. Dus eigenlijk moeten we vanuit dat punt, als dat kan. Hier zit speciaal een gat voor gemaakt. Ja, nee, daar niet, hè? Nee, dit is helemaal... Moet echt via de andere kind. Hij zit erin, hoor. Dit ziet er dik uit. Alleen hebben we een dingetje. Want we hebben nu het paneel links zitten. Want we hadden begrepen, alle stopcontactjes moeten links, want dan komt het hier het beste uit. Maar ik denk dat je het beste uitkomt als die kast daar stond. Want wij hebben hier de ingang van het verlichting. Ja, want dit is nu het verlichting. En eigenlijk moet hij dus door met hier een kabeltje door naar hier. Maar ja, ons einde is hier. Dus eigenlijk moet dit hier zitten en omgedraaid. Dus we moeten kijken of we deze kunnen knippen, solderen, verlengen. Dat het een soort T-splitsing wordt. Dat we uiteindelijk die kant op kunnen gaan met de verlichting. Ja, dus dat eigenlijk dit stukje ook weer hier dan doorheen gaat. Ja. Gaat. En zodat we dit gat uit kunnen en door naar de volgende webbank. Ja, dus dat het zo erin zit en dat het dan zo... Dit, ja. Dit is het allerbeste. Dat het er zo uitkomt. Ja. Maar dan kun je hem ook mooi hier al maken misschien. Wordt misschien te kort af. Maar dan heb je hier inderdaad een... Precies, want eigenlijk is dit nu gemaakt om hier verder te gaan. Maar ja, bij ons stopt het hier. Ja. En we moeten juist die kant op. Ja, maar ik vind dit er wel vet uitzien. Hoor. Eigenlijk als we dat dan zo willen, dat we deze doen, moeten we eigenlijk nog een andere kast hiernaast zetten. Dus ja. Misschien kunnen we even een andere kast met nog wel de ruimte ertussen, voordat we het helemaal in die hop proppen. Ja, we maken deze even af, we leggen het blad er even op, we schroeven deze nog even helemaal vast en dan is deze als eerst ready. Ja, dit is echt sick. We zijn al lekker bezig. Steeksleuteltjes, hoppa, doppenset, schroevendraaiers, alles gaat erin. En hier hebben we nog meer. Wat is dit? Dat
dat zijn schroevendraaiers. Oh ja, dat is de dubbele set. Ja, en dat is ook een dubbele set. Dit is ook, oh, de inbusjes. Ja. Of de, ja. Hier hoor. En dan hebben we hier steeksleuteltjes. Oh, en de rateltjes. Of hadden we deze al? Hamerset, even kijken. Doppenset had ik volgens mij hier. Ja, top, die hebben we ook dubbel. Maar hetgene wat ik zoek... Ja, de kniptangen. Is dat die? Deze. Nee, dat is die mooie set. Oh ja, set die En die heb je ook al gehad. Ja. Dan moeten we nog ergens kniptangetjes en dingetjes hebben. Die hebben we nodig nu voor de extra. Wat is dit? Ja, geen idee. We hebben ook bordjes. Die garagebordjes, ook heel vet. Waar moet dat liggen? Is dit leeg? Ja. Kijk eens. Het blad. Het is echt een zwaar blad. Ja, dat moet ook. Massief blad. Kijk dan. De gaten zitten er al in. Dat is ook fijn. Hè? Ja, dat is niks top. Meer zelf te schroeven. Nee. Het is echt, gewoon neerleggen. Die gaten komen hier overheen allemaal. Schroeven en klaar. Plug to play. Echt. En ik heb hier nog, had ik nog een doos gevonden. Met dus allemaal nog gereedschap en attributen. Zoals bijvoorbeeld dit. Oh, dat is een magneetbakken. Die heb ja. En deze. Deze ook top. Hier kunnen we onze WD-40 en alles van de flesjes kunnen. En hier ga ik nog even wat dingen opentrekken. Wow, ik zie nog meer cassettes. Weer die magneetbakjes, die zijn wel handig. Ja, hier nog even. Want ik heb hier net letterlijk alles neergelegd, hier in de kast, wat we nog nodig hebben. Maar dat kan dan natuurlijk in dat magneetding. Hamertje met zand, zonder stuiter. Ja. Hey, de tik en gaan. Ja. Ja. Hier hebben we ook nog. Nog zo eentje. Kijk, en dit zijn dus dingen, dit wisten wij niet. Nee, dit, krijgen nee, wij dit dus is extreem veel hoor. Daar hebben we er letterlijk vier van. Ja, dat is echt wat extra. Maar de dingen die we besteld hebben, die ik zoek, die kan ik dus niet vinden. Waar is mijn sleutel? Shit, die heb ik ook nu ergens neergelegd. En dan zit hier ook weer. Oh, ik zie hem al hoor. Ja, ja, ik zie hier al een mooi setje liggen hoor. Oh, joh, joh. En dit ook. En hier en och. En hier hebben we ook nog. Kijk wat dit is. Ik denk dat dit de borsteltjes zijn, denk ik. De borsteltjes. Yep. Echte kenner, hè? Ja. Ik mag niet meer gokken, ik heb het al een paar keer goed nu achter elkaar. Ja, behalve die kast hadden we allebei bouwd. Ja, die kast, dat wisten we niet. Nee, nee. Dit is non-stop unboxings gewoon. Ja, dit is continu. Wat is dit? Oh, elke keer weten we niet hamertjes? Wat erin zit. Hamertjes! Hadden we die nu dubbel? Ja, die hebben we dus ook dubbel. Ja, dubbel setje. Ja, ja, ook maar, mooi. Waarom hebben we dus dubbel? Dat is dus de reden. Dubbel hebben wij dus niet zelf bijgekocht, dat snappen jullie wel. Maar dubbel, dat zit erbij omdat het dan voor het oog mooi eruit ziet. Precies. Natuurlijk is het voor het bedrijf natuurlijk best wel belangrijk dat het dan af en toe in beeld komt. Dus hebben wij dus als voordeel dat we het dus dubbel hebben. En hebben we het dus als voordeel... Ja, het is gewoon perfect. Net als deze hangers en deze schroefjes, die kunnen we zo ophangen. En die andere beugeltjes. En dan kunnen we gewoon een setje hamers ophangen, een setje sleutels. En dat ziet er mooi uit. Oh, blikschaar. Vuurwerk gaat bijna beginnen weer. Blikschaar is erg belangrijk. Dit is het laatste jaar, want de kooien gaan eruit. De 30 mm gaat eruit, maar dit jaar... zijn er nog wel wat blokjes die in kooi zitten. Dus wij hebben drie blikscharen. Hamerzetje. Nog één, nee. En dan moet dat de kniptang ook zijn. Veilen? Oh, de veilen. Ja, die hebben ook dubbel. Dus dat is ook top. Dit zal dan de normale tangen zijn. Nee, want we hebben die duurdere tangen set. Hier, dat is die klemmen weer. Dus ook weer voor twee blikscharen. Maar deze is... We hebben niet die blauwe, hoe heet het nog? De blauwe tangen set. Ja. Nee. Het is echt puur deze. Ja. Kijk eens, dit zijn echt... Dat is echt goede tangen hoor. Maar misschien kunnen we die altijd nog later erbij doen, hè? Ja. Stel, we hebben echt nog tangen nodig en die blauwe willen we ook nog. Maar deze heb ik dus nu op dit moment nodig. We zijn bijna weer een halve dag verder. Maar we hebben weer lopen knutselen. Lekker solderen. We zijn hier... Krimpkousjes hier. Knippen doen. Maar kijk eens wat we hebben gemaakt. We hebben er 2 in 1 geplugd. Ja, zo hoefden we niet de panelen te schuiven. Nee. Ja. En ik weet dat de Tona meekijkt. Kunnen jullie splitjes dingen erbij leveren? Het is ook echt gewoon... We hebben 1 kastje in 2 dagen. Het is echt niet normaal. Maar goed, het is wel weer nu dat dus dit weer hier al in kan. Zo. En deze ook zo. We hebben er 2 in en dan kunnen we eentje daarin, allemaal via 1 stekker. En kunnen we alles in 1 keer doorlossen en kunnen we het nog eens slim maken. Dus het is alles via 1 schakelen, als we dan dit aanzetten, gaat alles aan, zowel die kant als dus helemaal die kant. Kaboom! En we hebben deze weer uitgepakt. Kijk eens, prullenbakje, hier ook, met zo'n flappie, dat je zo in kan doen. We leggen hem weer eventjes zo, hop! Voor de pootjes. Op de zijkant. Het is vet, met zo'n rekje gewoon, zo'n papierdingetje erin. Hoppakee. Nu gaat het rapjes, want die komt dan weer hierop te staan. En dan hebben we hier nog eentje met een kist en die ga ik nu opentrekken. En kijk eens aan, dit is dan weer een nieuwe kast die erbij komt. Wordt gewoon bijgevoegd bij de loods. Want die komt er ook weer daarbij. Dit zijn echt veel kasten. Wij kunnen zoveel troep ook straks kwijt, ook in die kast straks. Dat is echt ongekend. En hierop gaat weer een reling op. Want hierop gaat dan ook weer
Uiteindelijk zo'n hele kast, net als dat. Het ja, is vooral echt... dit, hè. Dit is zo mooi. Dat je gewoon dingetjes kan ophangen, dat loopt straks gewoon helemaal naar de andere kant. Nou, die gaat er dan ook weer mooi op zo. De railing. Deze zit er al. Deze mooie railing. Ja, dat zit zo goed vast. Zo begint het steeds wat door. Het is echt wel een leuk bouwpakketje. Dit is een goeie hoor, dit. Ja, je zit gewoon, gewoon de eerste, dan zit je een beetje te kijken hoe zit het nou. Maar daarna is het eigenlijk precies hetzelfde. Net als deze dingen. En straks hebben we het gewoon in één keer helemaal staan. Ja. Dit gaat echt snel. Nu. Het langste duurde tot nu toe dit solderen. Dit bij elkaar solderen. En het openmaken van die dozen met het piepschuim. Ja. Weet ik veel. We moeten echt drie keer rijden om straks al die troep weg te krijgen. Dat denk ik ook wel, ja. En het kastje zit er ook. Kijk dan. Met luchtvering. Het is wel dik hoor. Alleen de onderkant nog, die gaatjes en die gaatjes. En dan hebben we het eerste kastje staan met de prullenbak en het papier. En je krijgt er ook serieus zelfs een prullenbak bij. Dat had ik echt niet verwacht. Nee. Dat had ik echt niet verwacht. Ah, dit is echt sick. Dit is echt sick. We zijn echt lang mee bezig geweest. Maar ja, die staat ook al. We zijn maar de hele dag bezig geweest. Ja, maar het is ook gewoon omdat we ook nog... We zijn ook heel lang aan het nadenken hoe we het daarom kunnen hebben. En met die stekker natuurlijk. En het moet er natuurlijk perfect uitzien. Want het staat één keer en bij ons blijft het ook echt... komende jaren staan. Ja, we moeten dus ook nog eventjes wat halen voor het stroom. Ja, we moeten morgen weer naar de winkel om een verlengsnoertje te halen voor de koelkast, want die komt natuurlijk ook nog hier en dat gaan we aan het laatst plaatsen. Want we hebben hier een prullenbakje, daar komt de gereedschap, dat is deze kar. Ook een prachtige kar met lades. Die komt daarnaast weer. Dan hebben we nog de kast met lucht en weer een gereedschapla. En dan hebben we de koelkast. En dan hebben we nog een grote, grote kast. Ja. Die hoeven we niet in elkaar te zetten, misschien de deurtjes. Alleen aan elkaar, misschien. Ja, zijn ze los van elkaar? Nee, het is één grote. Aan dit. Hier aan elkaar, ja. Ja. Echt wel leuk om te doen. Dit is echt... Het is kan niet fout gaan bijna. Mits je die panelen verkeerd om hebt. Ja. Dan kan het fout gaan. Maar het is ook een beetje... We zijn ook wel hoe we het nu willen. Willen we het een beetje zoals hoe we het in ons hoofd hebben. Want we hebben natuurlijk nog een vervolgproject dat we hier allemaal willen gaan maken. Ja, want dus... dit blijft niet zo... Want een normaal iemand zegt gewoon, ja, boeien, ik hoef het niet helemaal slim te maken. Nee. Blijf zo met zo'n stekker en met jij kan nu laten zien op de app. Ja, ik kan nu... Zit hij er al in? Ja. Ja, deze kijk, let op. Dit is gewoon al meteen prijs. En dan willen we hem eigenlijk gewoon op de schakelaar hier maken. Dat je binnenkomt, dat die verlichting aanspringt en de hexagon. En dat dan gecombineerd met elkaar. En je zou dan zelfs zo kunnen doen dat je een bewegingssensor erin ja, zet. Dat je binnenstapt, dat je er naartoe loopt en dan pap dat het ja, aangaat. Dat is zo dik. Dat is echt sick van het slim maken. Hier komt ook dat prachtige blad op als één geel en door en door en door. Nou, nog een kastje. Dat is zo sick. Die is wel mooi, hè? Die hebben ze helemaal af. Ja, dit hebben ze aan de achterkant geplakt en met lijm en weet ik veel wat. Allemaal voor het stopcontactje. En voor die lampjes die hier ook weer inkomen. Dus dit kastje zit in die doos. Gaan we ook weer gebruiken. Kastje met de luchtvering. Of de gasveer. Of lucht. We hebben genoeg lucht straks. Dat zeker. Schroefje is erbij. Deze zit erbij, maar die gebruiken we niet. Dit zijn hele kleintjes. Ik denk om te koppelen van links naar rechts. Ja, dit is die voor te koppelen, ja. Ja, hè? Ja, dat is, deze. Precies. Ja, 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 ja. Nou, deze gooien we er ook even tegenaan. Dus dit gaan jullie nu zien. En die zit er ook op. Dit is dik hoor. Kijk. Blad erop en we hebben alweer een deel verder. We hebben dan nog deze om in elkaar te zetten, dit pakketje en dit pakketje. En het is fijn, want elke pallet is één pakketje. Het is niet dat zat allemaal op die pallet, dat zat allemaal op die pallet gemengd. Het is gewoon allemaal gescheiden van elkaar, dus dat is echt heel top met uitzoeken. Ja, het is vastmaken aan de achterkant en we gaan weer door. Het is echt veel schroef, hè? Ja, heel veel. Je krijgt er ook lekker veel bij. Ja. Gewoon, het is niet bezuinigd op de schroefjes, want we hebben dit allemaal nog. Dat is echt veel. We zijn toch wel heel benieuwd naar die grote kast. Ik zag ook hier staan 85,5 kilo met doos, maar 77,5 weegt de kast. Het is ook echt gewoon wat me opvalt. We zijn meer bezig met bewonderen dan dat we in elkaar aan het zetten. Nou ja, we genieten hier gewoon van. Ja, we vinden dit gewoon zo leuk. We doen het lekker rustig aan. We staan ook echt gewoon... Ja, nee. Dan hebben we dat blad. Ja, dat blad. Ja, dat is mooi. Als we dat blad dan zo... Kunnen we hier nog lichtjes toevoegen? Kunnen we niet licht van achter? Ja, en dit en dat. En dan, staat het nog ineens. En dan zijn we een half uur daarmee bezig en dan zien we die kast. Hé, die kast, hè. Hoe zit die? Oh ja, kom maar gaan die kast kijken. Kom maar... Ja, en zo zitten we eigenlijk... Ja, non-stop zijn we bezig en dan komen we weer wat anders tegen, want net hadden we weer van deze platen gevonden voor op de werkbank. Dat zijn die voor de bladen te beschermen. Ja, dat... Sterker nog, we hadden al besproken wat we in de laadjes willen hebben. Mensen doen dat pas later en wij zitten al van, ja kijk, hier kan de feun. We hadden hem al eigenlijk bijna gevuld. We hadden hem echt al bijna gevuld. Dus we zijn gewoon heel snel afgeleid. Maar ja, we hebben ook geen haast.
Het heeft geen haast. Ik weet niet dat het 4 vlogs gaat duren. Dit gaat zeker 4 vlogs duren. Dit is ook vlog 2 dat we bezig zijn. En we hebben ook 2 kasten. Eigenlijk 3, die ook. En dit is eigenlijk 2 in 1. Maar we gaan toch nog even de grote unboxen. Ik vind het ook knap hoe ze dit in de doos hebben gekregen. Tillen. Ja, dit is echt ziek. Hoppa! Sleuteltje. Oh, die moeten we nog even unlocken. Ziek, wat een kast. Dit is vet ook. Dit is mooi, hè? Ja, dit is prachtig. Hier kunnen we weer andere zooi in doen. We kunnen alles ruimte. Die hele bakken, die gaan gewoon allemaal hierin. We hebben straks gewoon zoveel plek om zooi in kwijt te kunnen. Moeten we het wel doen. We gaan boven... het wel echt inrichten, want dit, ja. Echt, dat is niet normaal. Ik laat het even zien, maar wat daar nu staat, kan echt niet. Dit is echt gewoon prullenbak, alles ligt hier. Echt alles, een vliegtuig, een Volvo B20 blokken, nieuw gespoten, grasmuren, wat we niet weten wat we ermee willen. Tillen maar op. Is goed, 80 kilo. En ja, als we top. Nog planken nodig hebben, kunnen we altijd bijbestellen, zei hij. Ja, dus we kunnen altijd nog een plankje of een dingetje er extra bij. Even kijken wat we ervoor willen gebruiken. Als er een vliegtuig in gaat, hebben we geen planken nodig. Nee. Maar als wel ieder verfbusje... Want dit is ook zo'n mooi verfplekje, dit. Ja. Dat hier zo'n fles terpentine staat en weet ik wat allemaal. Die is goed zwaar, hè? Die moet we gaan hem er even uithalen. We gaan die kast even kantelen. Okay. Moet dit nog op pootjes? Volgens mij wel, hoor. Nou, weet ik niet. Zitten die erin? Dit sluit wel mooi aan, hoor. Ja, dat zijn de pootjes. Dan moeten we hem echt kantelen. Kantelen. Let's go. Ja. Zo. Dat is wel te doen, hè. Ik hoef niet eens vast te houden. Oh. Dit gaat nog wel. Wacht. Even op slot. Nee, even op slot. De deuren. Ja, ik hoef niet eens vast te houden. Kijk eens. Deze erop draaien, die kant erop draaien. En dan hebben we gewoon weer een kast staan. Ja. Hier hoeven we verder niks aan te doen. Nee, deze is dit wel is echt gewoon easy. Staan en klaar. Njok, 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 njok. Dat staat wel smooth, hoor. Op die pootjes. Nice, hoor. Komt die toch nog even wat hoger van de grond. Dit ziet er zo goed uit. En dan vooral met zo'n blad erop. Gewoon niet het RVS-blad, maar gewoon lekker smooth. Deze kleur. De muur gaan we bijna niet meer zien wat we hebben geverfd. Nee, misschien hebben we daar nog akoestische panelen op. Waarschijnlijk zie je helemaal niks meer van die kleur straks. Maar we hebben wel de zijkant. Maar ja. Het was leuk om even te proberen. Kunnen we een letter erop plakken? Ja. Nee, we kunnen echt wel helemaal losgaan, hè? Ja, dit wordt echt vet. Dit is ook heftig. Mooi gezeefd. Maar deze kunnen we mooi hier ophangen. Ja, in onze kapstuk. Onze sleuteltjes moeten we niet in de war. Nee, we hebben hier dus een sleutelkastje. Ja, hier zit ook sleutel. We hadden een sleutel aan. Ja, maar die is... Ah, hier zit de sleutel. Alles zit op slot. Ook deze kan op slot, die kan op slot. En waar al die sleutels zijn, geen idee. Kan je er aan hangen, denk je? Ja, ik kan er aan hangen. Oei, joh. Jij kan er aan hangen. Ja, daar kan echt wel wat gewicht van. Ja, want als ik er al aan kan hangen, kan die toch 20 kilo aan. Zeker. Ja, dus dat is mooi. Nou, op slot. Ja, dit is wel het einde. Pas het zakje. En dan hebben we nog die. En nog die. Ja, we beginnen weer van achter naar voor, van voor naar achter, van links naar rechts, van rechts naar links. Ja, anders stond dit in de doos. Precies. Ondertussen de caddy is aardig vol. Is echt aardig vol, moet je kijken. Ja, netjes. En dit is nog ineens alles. Er moet nog veel meer bij. Zoals dit is gewoon een doos. En die kan je wel klein maken. En dan heb je hier een stukje piepschaal. Maar dit is gewoon een volledig blok. Maar echt een volledig blok. Zo voor ruimte. Nou! Zijn we 3 uurtjes verder? Het is alweer laat. Kijk eens. 18 uur en we hebben een rolletje erin gehangen. Scooter staat binnen. Afval ligt weer binnen. Pallets hebben een beetje opgeruimd. Ja. We hebben wel besloten dat we de kast zo laten. Dat die gewoon wat egaler is met het blad. Ja. En die andere box zetten we weer boven of beneden in een andere kast. Ja, ik denk waarschijnlijk boven in de kast, dat als we boven... Even snel een schroevendraaitje, hoef je niet naar beneden. Hoef je niet naar beneden te lopen, dan maakt het helemaal mooi. Dit ziet er veel openlijker uit nu, van plaats dat die tot hier komt. En dit is gewoon nog makkelijker te rijden. Dus dat is echt gewoon, we zijn natuurlijk overal voorzien van geweest. Zo ziek, via de app klik klak en het gaat aan, perfect. Ja, daar ben ik echt benieuwd naar als alles helemaal. Alles ja, want dat geeft me echt een bakkericht hoor. Ik ga straks weer de schakelaar bestellen. Ja. En die kunnen we dan mooi aan de muur monteren. Ja. Een mooie witte. Ja. Helemaal voorzien. Maar wij gaan nu eten. Zoals beloofd, eten thuis. Ja. En morgen gaan we weer verder, dus dat wordt dag 3 van de werkplaats. Morgen is die af, want morgen hebben we de hele dag. Morgen zeker. Eten we op kantoor en dan hebben we echt gewoon weer 16 uur. Ja, dan moet het allemaal goed komen. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Later. Later.